One time, yeah, two time. Hello people, het is vandaag dinsdag. Ik ben bezig met klaarmaken, ik heb mijn haar net al gedaan. Ik ben niet helemaal happy met hoe het zit. Ik weet het niet. Het is niet verschrikkelijk of zo, maar ik moet het wassen, denk ik. En dan, ja, I don't know. In ieder geval, ik ben dus aan het klaarmaken. Ik ben aan het werk. De werkdag zit er bijna op. Dan ga ik richting Amsterdam met Kisha en Ines sowieso. Ik weet niet of Fats ook aansluit of niet, maar we gaan in ieder geval met Milo en nog twee andere vriendinnen naar Sky Lounge. En daarna gaan we eten bij Cannibaal, geloof ik. En dan zouden we nog even de stad ingaan. Oké, het is geen Sky Lounge geworden, want ze waren, wat was het weer? Ze hadden 8 uur. Heel perfect. Nu zitten we bij café en ik weet al wat ik ga bestellen. Ik heb haar helemaal uitgedacht. Dankjewel. Wat wil je wat zeggen? Wil je wat zeggen? Je bent niet met me, maar je bent het wel. There we go. Nou, doe normaal. We waren naar La Vie. En ik heb een lapdance gehad. Milo ook, maar ze was niet blij. Waar gaan we nu naartoe? Naar de piepshow. We gaan even naar de piepshow. Vanavond is de wallen van ons. Een beetje piepen. Piepen. Piepmodel. Links, waar is rechts. Dat? Ik zit met Fat in de auto. We zijn onderweg naar Rotterdam. Echt op het domste tijdstip ever. Want we staan al de hele tijd in de file. Het is echt verschrikkelijk irritant. We hebben nog niet gegeten. Dus we zijn onderweg naar Rotterdam en we gaan daar ook lekker eten. We gaan naar een winkel toe. Via een vriend van ons zijn we uitgenodigd voor niet de opening van de winkel, want hij is al open. Maar wel even om een kijkje te komen nemen. Dus dat zien jullie allemaal straks. En ja, eigenlijk daarna gaan we ook gewoon weer terug. Even kijken hoe laat het wordt. Ik zou eigenlijk moeten trainen, maar ik heb het verplaatst, want door deze file komen we zo laat aan in Rotterdam dat ik never meer op tijd. Ik had ook al gezegd van ja, skip woensdag, want ja, ik dacht nog misschien redden we het wel, maar ik had echt die tijd verkeerd ingeschat. Dus andere dag trainen. Ik heb echt trek. We gaan Grilla's Kitchen gaan we eten. Mijn slow voor me, TikTok voor me. Dat is wat ze zegt tegen mij. Mami, slow down, ik neem even mijn tijd. Koppelrek zie ik besteed aan de trein. Zo van choo 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 boe 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 boe. Je bent mijn boe boe boe. Treat you like a queen, but don't switch like a hoe. I said I treat you like a queen, but don't switch like a hoe. Zag het om je zien, oh yeah. Arabische dans op Kawina, oh yeah. En we hebben struggles, maar we komen weer bovenop. Fuck the medes, tell them shut up. Fuck the medes, tell them shut up. Alhamdulillah, is het gevoel weer de sides. We gaan het maken met de tijd. Ik ben thuis. Oh, zo zonde van die make-up dat het eraf moet.
Ze heeft het zo mooi gedaan. Kijk even naar die ogen. Ik vind dat het zo zonde als je van die mooie make-up op hebt. En dan heb je er niet heel lang van kunnen genieten. Ik ga jullie even laten zien wat ik allemaal mee naar huis heb genomen. We zijn dus naar Maison Labriki geweest. Dat is een prachtige winkel op de Kruiskade. Zit dus op of aan de Kruiskade in Rotterdam. Waar je Marokkaanse jurken kan huren, kan kopen. Het is echt een hele mooie winkel. Ik heb wel een paar beelden gemaakt. Zit er nog niet zo lang, geloof ik ook. En ze hebben ook een make-up artist aanwezig. Dus je kan een afspraak boeken om gelijk ook je make-up te laten doen en zo. Echt heel leuk. We waren dus uitgenodigd door een vriend van mij om even een kijkje te komen nemen en wat jurken te passen. En die jurken waren zo mooi. Ik heb eentje mee naar huis genomen en eentje gepast voor wat foto's. Dus die foto's zullen jullie wel op mijn Instagram voorbij zien komen. Ik zal ook even de Instagram van zowel de winkel als de make-up artist linken. Dus dat was heel gezellig. We hadden ook even lekker gegeten daar. En mijn make-up en haar was dus gedaan voor de foto's. Zijn volgens mij echt mooi geworden. Dus dat ga ik jullie zo meteen laten zien, welke jurk ik heb meegenomen. Daarna zijn we nog even langs het kantoor gegaan van die vriend van mij die ons had uitgenodigd. Hij had nog een paar items liggen van het kledingmerk wat hij heeft. Ik heb ooit een keer een fotoshoot voor hun gedaan en toen vlogde ik nog niet. Maar het merk heet dus Pour l'amour. Nee? Het merk heet PADT. Dus die items ga ik jullie ook even laten zien. Ik heb Kester cadeau vandaag opgehaald. We hebben met de meiden een gezamenlijk cadeau gedaan. En sommige van ons hebben daarnaast nog iets gehaald. Die ga ik niet laten zien nu, want ja, die zit gewoon in de doos. En die doos heeft een strikker omheen. Dus, om te beginnen verkopen ze ook pure arganolie bij Maison Labriki. Dus daar heb ik een flesje van meegekregen. Ze heeft ons dus laten zien hoe die arganolie gemaakt wordt. Dat schijnt dus, dat gebeurt dus, dat is dus vanuit geiten die in een boom staan. Die geiten staan in een boom, die eten die noten op, die poepen ze uit en daar wordt je olie van gemaakt. Maybe a bit TMI, maar ik vond het echt heel grappig om erachter te komen. Met een pipetje. Je ruikt ook echt dat het heel puur is. Je ruikt dat direct. Het heeft echt die notengeur en het komt in zo'n fijne koker. Erg leuk detail. Dan heb ik een paar oorbellen meegekregen. Even serieus, die packaging is gewoon direct on point. Dat is echt, daar hou ik echt van. Dit paar oorbellen mocht ik uitkiezen. Ik vond ze zo mooi. Kijk. Oh my god. Look at this. Dit is toch prachtig. Echt prachtig. Can't wait to wear these. En dan de jurk. Ik had er trouwens ook al beelden in gemaakt. Echt zo mooi jurk. Hier heb ik nog leftovers van Grilla, wat ik had besteld. Kijk, ook dit. Gewoon mooie tas erbij. Mooie doos. Love it. Let me show y'all. Ik zou bij god niet weten waar ik deze jurk naartoe aan ga doen. Maar dat is niet erg. Er komt vast een keer een gelegenheid. Even kijken. Oh, dit is toch prachtig. Van die en ik hebben dus dezelfde. Super kinderachtig. Maar we vonden hem allebei zo mooi. Dus ik dacht, ja, ik kan nu wel denken. Oké, ik ga niet dezelfde nemen. Maar we gaan hem waarschijnlijk toch niet tegelijk aandoen. Look at this. Oh, dit is toch zo mooi. Even. Ja, echt prachtig. Gewoon die steentjes erop. I love it. I love it. I love it. Dus dat was alles van Maison Labriki. Oh, 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 oh. Dus mocht je in Rotterdam zijn of uit Rotterdam komen. Of niet uit Rotterdam komen. Maar waar voor je geld zoeken? Marokkaanse bruiloft of ja, suikerfeest is natuurlijk net geweest. Maar voor dat soort gelegenheden is dit echt de plek waar je hele mooie jurken kan vinden. Dan door naar PADT.
Even kijken. Om te beginnen. Een mooi oversized shirt. Kan je niet genoeg van hebben als je het mij vraagt. Ik hou ervan om van die oversized shirts te dragen met hakken. Of in de zomer met sneakers en dan zo'n cycling short eronder. Van de nieuwste collectie. Heel erg leuk. Oh ja, 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 ja. Erg leuk. Dus deze in de maat L. Wanneer ik hem aandoe, zullen jullie het gauw genoeg zien. Dan, even kijken. Oh ja. Dan een trainingspak. Ik kan deze niet heel gauw plaatsen. Grotendeels van die collectie die had ik al voorbij zien komen op Instagram, maar nog niet alles. Oh, wat een lekkere stof. Heerlijk dik. Oh, dit is van iets anders. Grapje. Lol. Dan. Een heerlijk trainingspak. En deze vond ik zo top. Echt. Ik ben echt weg van deze collectie. Kijk. Hoe heerlijk. Deze sweater. En er hoort ook een broek bij. Oh ja, kijk. Pour l'amour du truc. Nou. So far my French. Heerlijk, dat blauw. Echt erg mooi. Ik heb een maat S. En ik vermoed dat dat ook wel prima zal zitten. Kijk, op de broek staat het ook. Zo aan de onderkant. Nou, helemaal prima. Misschien als ik zin heb, trek ik het zo meteen even aan om te laten zien hoe het staat. Maar dat betwijfel ik. Want ik ben een beetje lui. Nou, het is ook gewoon al laat. En dan als laat. En dit is misschien wel mijn favoriet. Of de trainingspak, ik weet het niet. Maar het is een zwart vest. En dan in het zwart staat PADT erop. Ja, en die achterkant. Big dreams, small city, pour l'amour du truc. Kijk even. Dit is helemaal mijn ding. Lekker zwart en dan gewoon net even iets opvallends erop. Ja, dit vind ik top. Welke maat heb ik hiervan? Deze kan ik wel even aantrekken. Ik kan niet zo gauw zien welke maat het is. Staat dat hier? Oh, S. Even kijken. Oh. Oh, ja. Oeh ja, 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 ja. Dit vind ik helemaal top. Lekker. Even in de spiegel kijken hoor. En ik had nog geen... Ja, ik heb wel een zwart vest, maar dat is zo'n cropped vestje. Oh, dat zit perfect. Gewoon net een beetje tussen dat beetje grote, maar toch nog vrouwelijk in. Anders lijkt het weer alsof ik een vest van mijn vader aan heb. Aangezien ik altijd alles oversized wil dragen. Nee, dit vind ik top. Kijk. Zo. Mooi. Ja, blij mee. Ik ben te lui hoor, om de trainingspak aan te trekken. Dus dat zien jullie echt pas wanneer ik het draag. Ik ga nu al deze make-up eraf halen. Douchen. En dan lekker slapen. Morgen gaan we iets superleuks doen. We gaan met een hele grote groep naar de Apenhul. Met zowel kinderen als volwassenen. Of nou ja, volwassenen, wij. Mensen van mijn leeftijd. Ik heb er zoveel zin in. Ik ben echt al heel lang niet meer naar de Apenhul geweest. Ik ben er sowieso maar één keer geweest. En ik vond het echt leuk. Mijn zus gaat mee, mijn broertjes gaan mee, Vadim gaat mee, Janice gaat mee, Sarella gaat mee. We gaan echt met een grote groep. Dus dat wordt super leuk. Ik ben echt benieuwd hoe iedereen op die aap gaat reageren. Want nog niet iedereen is er geweest. De kinderen ook niet. Dus dat wordt leuk. We moeten 11:15 verzamelen. Dus Sarella komt mij denk ik 10:30 hier oppikken. Dus ik ga heerlijk slapen. Ik ben hartstikke moe. Even kijken wat het weer morgen doet. Dan kan ik alvast mijn outfit eventueel klaarleggen. Ja. Dus dat wordt een gezellig dagje. Oh jezus. Hier is dus nog een beetje stroef. Kom op. Yes. Nou. Zo, goedemorgen jongens. Ik ben helemaal bezweet en buiten adem. Ik loop richting Sarella nu. Ik ben er eigenlijk al. Ik wist dus niet wat voor weer het zou worden. Ik dacht, ja, een beetje zon, een beetje bewolkt. Dus ik heb gelijk het vest aangedaan van PADT.
Maar het is toch best wel warm. Ik stond op de verkeerde verdieping. Ik heb mijn leftover Grilla mee als ontbijt. Heerlijk. Ik heb het niet opgewarmd, dus nu is het gewoon een soort van koude rijstsalade met kip. We lopen ietsjes achter op schema, maar komt goed, we halen zo wel tijd in. De rest is volgens mij al bij de meeting point. Oké dan. We zijn bijna compleet. We zijn echt met een hele grote groep, maar nog niet iedereen is hier. Dus het is nog even wachten op Shanice en Jaël. En dan hebben we nog Jessie met haar zoontje die komt, maar zij komt later en Kisha is ook onderweg. Zij is ook een stuk later. Dus wij meeten hun binnen. Kisha moest zijn nagels doen. Oké, we hebben eetpauze. Ik heb nog nooit zo'n armoedzaaierige menukaart gezien. Ze hebben letterlijk alleen patat. Ze hebben niet eens frikandel. Ze hebben niet eens kroket. Ze hebben niet eens kipnuggets. Dus als ik deze ketje voor je open maak, mag ik heb een glas wijn. Want het stijgt nog helemaal naar mijn hoofd met de kinderen. Wat mag je dan? Ook ketje. Mag goed, als zij maar blij zijn. Hè? Afi? Meid, je hoeft er niet in, hè? Ze was zelf, ze wil kijken. Met Berre. Heb je? Oh ja, daar kan ook. Ja! Zeg maar, daar. Ga maar zwaaien naar de aapje. Doe maar een kusje naar de aapje. Doe dan. Nou, ik ben kapot hoor. Ze zijn nu achter iedereen aan het verzamelen, want als het goed is krijgen die apen nu eten. Dat is het enige beetje interessante wat er nog over is volgens mij. Dus even wachten totdat iedereen eraan komt. Genetisch materiaal uitwisselen. En dat is van Bodo geworden, maar wel met een paar hele goede paarden. En toch heeft hij op zijn eentje de techniek. Ja, papi. En gaan we hopelijk uitgroeien tot een sociale, volwassen gorilla. Met hopelijk zijn eigen gorilla dames. Zo, wij zijn terug van de apenhul. Ik ben helemaal gesloopt, jongens. Onderweg naar huis heb ik ook alleen maar geslapen. Arme Sarel, die moest het in er eentje doen onderweg. Ik ben snel gedoucht en omgekleed. Ik ga nog eventjes wat eten in Amsterdam. Het is nu bijna 8 uur geloof ik. En die reservering is om 8:30. Dus ik ben ruim op tijd. Ik heb er zin in. Het is heel erg aan het waaien buiten. Dus ik zit te twijfelen of ik een jas ga meenemen of niet. Ik moet sowieso eerst even snel langs de Plus een pakketje ophalen. Dus dan doe ik sowieso even een jas aan. Anders is er van dit haar ook niks meer over. Oké, jongens, het is vrijdag vandaag en ik kom net terug uit de PI. Ik ben nu outfits aan het passen voor komend weekend. Vanavond gaan we met de meiden naar Café in de City, proosten voor Kister B-Day. Dus dit wordt de outfit van vanavond. Nou, mijn haar en make-up is nog niet gedaan. Dus de final look zien jullie straks. Dan, morgen gaan we overdag varen met de meiden door Amsterdam. Dus daar moet ik een outfit voor vinden. En het weer blijkt niet zo goed te zijn als we hadden gedacht. Dus dat valt een beetje tegen. En in de avond gaan we naar Celebration, dus ik moet nog 2 outfits vinden. Door jou zing ik love songs. Oh, een mooie gezicht. Een kattige jank. Wij zijn almost bij de locatie. Nog 3 minuten. We gaan dus naar het Louboutin event. Ik weet niet of ik dat had gezegd. Maar Fat was uitgenodigd om wat? Om de nieuwe collectie te bekijken ofzo?
om de nieuwe collectie te bekijken. Dus dat gaan wij doen. Shanice komt er ook aan. En dan gaan we gelijk door naar café. Zin in. Oh, ik heb zoveel zin in die boontjes en die kip. Ik heb zin in alles. Ik heb echt fucking erg honger. Dat is spannend. Ja, kijk, deze dus. Ik zeg het je heel eerlijk. Deze binnenkwam. Ik ging gewoon watertanden. Elke vrouw heeft deze nodig. Ja, sorry. Oké, jongens, we zijn net weg bij het event. Het was erg gezellig. Het was vrij rustig. We kregen telkens drankjes aangeboden, hapjes. Hele lekkere hapjes. Hele lekkere hapjes. Ja. We zijn nu onderweg naar café. We hadden er eigenlijk al moeten zijn, maar dat maakt niet uit. Ik ga je even laten zien. Oh, nou, wacht even. Kijk of ik gelijk had. Nee, oh, dit is Kate, maar dan die van 100. En die gingen open, hè? Nee, nee, dacht, nee. Ja, dit is die kortere Kate. Oké, voordat mijn camera gaat uitvallen. Dat is zo kut. Maak je het goed voor? Volgens mij zitten daar extra hakken onder. Oh, die dingetjes, ja. Ja, kijk. There we go. Hoe pretty. Ik heb ze natuurlijk gepast, uiteraard. En ze zaten erg comfortabel. Dus dat moet helemaal goed komen. Ik had nog geen zwarte pumps. Ja, kijk, extra hak. Oh ja. Alleen, oh ja, dit. Alleen maar, hoe noem je dat? Van die strap heels. Ja, dit is gewoon zo'n model gewoon lekkere, dat gewoon goed juist, is voor je gewoon kast. Gewoon een nette hak. Juist. Dat is gewoon goed om te hebben. Nou, goed. Dat was alles. We gaan nu opschieten, want we moeten naar café. Ik ga met je baby mama op date. Anders zijn je Lucia in de andere race. Ik ga met je baby mama op. Wat is deze? Dat is het ook. Oh jeetje, mineetje. Oké, okay, jongens. Wat? We hebben het gehaald. We zijn bijna compleet. De birthday girl is aan de overkant, dus die gaan we nu ophalen. Van verkeerd. Ja, snap je. Het was een hele chaos. Je moet ze allemaal komen. Iedereen was laat. Ik was laat. Nou, dat zal je ze hebben hoor, jongens. Ik praat, ik wil een soort. Wil jij een fles? Sammy! Shotje! Limoncello of is dat wat anders? We zijn klaargemaakt. Ik heb net, ik weet eigenlijk helemaal niet hoeveel ik heb gefilmd op de boot. Maar goed, we zijn naar huis gegaan. We hebben een dutje gedaan, we hebben gegeten. Dat licht hier is verschrikkelijk. We zijn nu klaargemaakt en we gaan zometeen langs de verjaardag van Spanker. En dan gaan we door naar Celebration. Ik moet mijn haar nog een beetje laten uitzakken. Oh, ik ga er trouwens helemaal geen borstel erin halen. Ik vind het wel prima eigenlijk. Hier, mag ik even? Ja, schat. Ja. Zie je hem liggen op mijn koffer als het goed is? Outfit is van Shein. Volgens mij had ik deze nog niet laten zien. Heel zomers, maar ik had niet echt wat anders. Dus. Camera blijft trouwens thuis, dus ik film met mijn telefoon. If you can't stand
Goedemorgen, het is zondag en ik ben echt brak, dat is ook wel te zien. Althans, ik ben niet eens, ik ben moe gewoon, ja. Ja, ik was niet eens dronken of zo. Nee, same. Gewoon, ik ben gewoon echt moe. We zijn onderweg naar training, we moeten trainen, het is bijna 12 uur. Daarna ga ik naar Kisha toe, mijn moeder en moeder van mijn oudste broertje die komen langs om nog even taart te eten voor de verjaardag. En dan ga ik de hele dag video's editen. And that's about it. Ik loop dus vet achter met mijn vlogs en dat heeft een reden. Eén reden is dat Final Cut Pro nog niet op mijn nieuwe laptop staat. Dat moest ik erop zetten. En ik dacht dat dat heel ingewikkeld was. Maar Marvin zei nee, dat moet je gewoon op een USB zetten. En dan zet je het gewoon op je andere laptop. Dat is dat. En ik ben gewoon ontzettend druk geweest de afgelopen dagen. Ik heb gewoon letterlijk de tijd niet gehad om te editen. Geen excuus. Wel de reden waarom er geen vlogs online zijn gekomen. Dus ik ga vandaag eventjes alles editen als Final Cut Pro nog steeds op mijn laptop kan. Want ik heb dus een nieuwere versie en het kan zijn dat het misschien niet meer werkt. Maar dan moet ik gewoon een ander programma aanschaffen. Nou ja, we gaan het meemaken jongens. Eerst maar eens even trainen en heel bij Kiesje aankomen. Ik heb zo lang niet getraind. Nee? Nee, ik heb echt 2 weken of langer niet getraind. Echt erg. Dus ik denk dat ik echt zo, ik denk dat ik 2 dagen geleden nog, maar ik heb echt vandaag heb ik echt geen zin. Nee, ik heb niet eens, ik heb echt domme outfit aan ook. Ik snap ook wel dat je geen zin hebt, want we zijn gewoon kapot. Ik ben gewoon moe. Nou, sorry hoor. Wat? Ja, morgen. Eeuw, een spinnenweb, mijn god. Er zit een spin op je hoofd. Er zit een spin in je nek. Er zit een spin op je hoofd. Wil je iets zeggen tegen de mensen die je hebt gemist? Niet doen. Kiara, laat het lijken. Ze doet alsof ze moe is. Ga je dit echt zeggen? Nee, maar het is zo. Ga je dit echt zeggen? En dan gaat ze zeg maar 10 minuten lang zo voor de spiegel staan. Deze, deze, deze. Zo, dat zo. Is niet waar. Dat is wat je dat doet. Dat is niet waar, want dat ze kunnen doet. Op mijn pagina kijken. Je ziet dat niet. Lasbaar. Volgende training met subscriber. Test ga ik je filmen. Kom met bewijs. Okay, bewijs! Doe dan. Doei! Zo. Alles is eruit. Alles is los. En ik ga nu naar een maand. Oh, mijn haar gewoon echt weer lekker goed wassen. En heb ik weer mijn krullen. Nou, ik ben heel benieuwd hoe ze er toe zijn. Ik ga nu lekker douchen. Ik heb ook net gesport natuurlijk. Dus even een hele goede douche nemen. Haren lekker wassen. En dan zometeen kijken hoe mijn krullen er aan toe zijn. One time.